Beste leerlingen uit Landert en Ude, jullie hebben allemaal kei mooie plannen gemaakt voor de nieuwe gemeente Maashorst. En er zijn heel veel mooie filmpjes ingestuurd. Jullie hebben reuze goed je best gedaan. Maar ja, er kunnen natuurlijk maar 13 deelnemen aan die nieuwe gemeenteraad. En wij gaan nu bekendmaken wie er gekozen zijn in de nieuwe kindergemeenteraad van de gemeente Maashorst in oprichting. Ja, en de kinderen van de gemeenteraad 2020-2021 komen er nu uit de envelop. Spannend. Nou, dat zal u het maar zeggen, collega. Stijn en Tim van basisschool De Kalot. Itske en Rens van basisschool Het Bulderlijke. Jopke en Eefke van Kindplein Het Centrum. Pepijn en Saar van basisschool De Vlasgaard. Vienna en Mila van basisschool De Klimboom. Denise en Noelle van basisschool De Palster. Kati en Guusje van basisschool De Marimba. Rens en Jort van kindcentrum Vindingrijk. Moos en Eva van basisschool De Wizard. Jurre en Nout van basisschool Het Overtje. Brandy en Levi van speciaal basisonderwijs De Tandem. Judy en Milano van basisschool De Kreek. En dan als allerlaatste Isalinde en Mijntje van basisschool De Vlonder. Nou, dat is de uitslag. Iedereen van harte gefeliciteerd die mag gaan zitten in de nieuwe kindergemeenteraad. En de anderen bedankt voor het meedoen. Ook namens mij natuurlijk gefeliciteerd. En wij zouden 5 november jullie heel graag willen installeren. Maar als gevolg van coronavirus, wat jullie natuurlijk allemaal weten, zal dat niet gaan lukken. Jullie horen zo snel mogelijk op welke wijze we wel invulling aan gaan geven. We bedanken jullie voor jullie inzet. Gefeliciteerd en we gaan elkaar snel spreken. Corona maakt horecaondernemers creatief. Op zaterdag 10 oktober werd bij het Roompot vakantiepark in Schaik een mobiele drive-in Dunkin' Donut winkel geopend. De enige en eerste in de wereld. We hebben de werelds eerste mobiele drive-thru gecreëerd. En mensen kunnen natuurlijk ook gewoon rechtstreeks in de winkel afhalen. Toen de maatregelen vorige week werden aangekondigd, toen dacht ik, we kunnen heel veel ondernemers zie je die kiezen in hun restaurant voor bijvoorbeeld een winterterras. En we dachten toch even wat anders. En, iets origineels. Iets origineels wilde ik bedenken. Toen uiteindelijk kende ik toevallig de eigenaar van Dunkin' Donuts Nederland België. En zodoende dat ik met hen in contact was getreden om dit gezamenlijk op te zetten. In Amerika zijn ze wel bekend met het fenomeen drive-in. Daar wordt gewoon heel veel besteld, maar dat is met alle concerns daar. De winkels die zetten ze ook wel eens in op evenementen. Alleen hebben ze nog nooit eerder in de vorm van een drive-thru ingezet. Dus zodoende dat het sfeer als eerste mobiele drive-in is. 7:30 stond er inderdaad al een kleine file van de eerste 30 auto's stonden al in de rij. De eerste was er zelfs al om tussen 7:45, dus dat is wel heel erg leuk. Hoe lang blijft hij hier staan, Charles? Nou, in principe hebben we gezegd dat we gewoon eens even kijken wat het animo doet. De komende 14 dagen hebben we van 8:00 tot 8:00 hebben het geopend. Natuurlijk voor iedereen in de regio en ook voor onze parkgasten. En naderhand gaan we even kijken wat we met de openingstijden gaan doen. Misschien dat we dan aangeven dat we alleen de weekenddagen open gaan of alleen vanaf het middaguur of iets dergelijks. Jezelf nooit eens afgevraagd als je op een zaterdag over de Schaikse weg rijdt tussen Zeeland en Schaik? Een bordje met erop DV en Diane. Wij waren wel nieuwsgierig en gingen daar eens een kijkje nemen. Vanuit de Diane-vereniging hebben we hier een magazijn voor onderdelen. Waar wij onderdelen verkopen voor de Diane en de Acadiane aan onze leden. Ja. Ja, de Diane en de Acadiane. Leg eens uit, Acadiane. Ja, de Diane is het model zoals je hier achter mij ziet. Dat is eigenlijk gewoon de personenauto. De Acadiane is de bestelwagen variant van de Diane. De opvolger van de Eend, dat werd de Diane. Dus vandaar dat de Diane ook ongeveer dezelfde afmeting heeft en bovendien dezelfde techniek. Ja. Alleen, het is de Diane nooit gelukt, want de Eend was gewoon te populair. Ja.
En mensen die wel eend reden, die vonden Diane niks. En mensen die graag een Diane reden, ja, dat waren er helaas te weinig. Wij zijn een internationale club. En dat wil zeggen dat wij ook voor onze onderdelen, ook voor een stuk terug kunnen vallen op Frankrijk. En tegenwoordig worden er weer, dankzij de populariteit van de Diane, ja, zowel in Nederland, maar ook in Frankrijk is die heel populair. Worden er gelukkig weer heel veel onderdelen gemaakt. Hoeveel leden telt die vereniging in Nederland en in Europa? Wij zitten nu in totaal hier op 300 leden ongeveer. Ja, sommige die hebben zelfs meerdere auto's. En de een is natuurlijk echt de zondagsrijder, zeg maar, voor het mooie weer. De ander is echt de klusser die alles zelf doet aan de auto. We zijn elke tweede zaterdag van de maand open voor onze leden. En inderdaad, mensen kunnen hier dan komen om onderdelen te kopen. Om eens aan elkaar te vragen van, hey, ik heb dat of dat probleem. Hoe los ik dat op? Of om gewoon gezellig een bakje koffie te doen. En een beetje banden te trappen, zoals we dat dan zeggen. Dus gewoon een beetje over auto's te kletsen.